De rechter heeft gesproken. Oh, en wat zei hij? Jury moet thuis blijven. Hij mag niet naar de ringenfinale. Jij was? Ik vind het wel terecht, ja. Ja, jij vond terecht, ik vond onterecht, vond het heel zielig, maar wij gingen de straat op... Ik vind het ook zielig. Jawel? Ik vind het wel zielig, maar wel terecht. Oké. Okay. Wij gingen de straat op in Boksel om te vragen wat de mensen ervan vinden. De rechter heeft gesproken over Jury van Gelder. Had u de uitspraak al gehoord? Ik heb het wel gehoord, het verloren net, hè? Ja, klopt. En wat vindt u ervan? Ja, geen idee. Ik denk wel dat het terecht is, hoor. Ik weet het niet, hoor. Misschien ook wel niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik ben er niet zomaar op de hoogte. Nee. Maar wat is uw persoonlijke mening, als je het zo zelf zou mogen zeggen? Laat me nou een keer een kans geven. Ik vind het wel kinderachtig, hè? Ja? Ja. Waarom? Nou, laat hem lekker een biertje drinken. Maar er is meer gebeurd, denk ik dan, hè? Dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Ja, ik weet het niet. Voor mij mag je hier een biertje drinken, lekker stappen, heel de nacht doorgaan, 's morgens weer paraat. Ik vind het prima. Wat vindt u van de uitspraak van de rechter over Jury van Gelder? Terecht. Hij is gewoon heel dom geweest. Vindt u niet te zwaar? Ja, ik vind het heel zwaar. Maar een man van 33 moet ook weten wat hij doet. Vind ik, als het nou een kind van 17, 18 is, maar... Hij is gewoon dom. Oké, dankjewel. Wil je iets zeggen tegen Jury in de camera? Ja, verstand gebruiken. En doen voor wat je wil. En dan er ook voor gaan en dan niet nog eens even... Ja. Even uit. Ja, het is eerlijk leuk, maar... Dom. Oké. Dom. Dankjewel. Ja, ik vind het heel zielig voor Jury. Ja? Vind je het onterecht? Ja, ik wel. Had hij zich niet gewoon aan de regels moeten houden? Ja, maar als het enige is dat hij het Olympisch dorp heeft verlaten met die andere turner... Ja, dan vind ik dat het wel onterecht is. Heb je een beetje gehoord van Jury van Gelder? Ja. En heb je ook gehoord dat hij naar de rechter moest? Ja. En weet je ook al wat de rechter heeft gezegd? Nee. De rechter heeft gezegd van nou, ze hebben jou terecht naar huis gestuurd. Wat vind je daarvan? Slecht. En waarom? Omdat hij gewoon mee mocht doen van mij. Ja, vond je niet dat hij zich aan de regeltjes moest houden? Ja, ook wel, maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Als je sorry zegt, dan is het eigenlijk over. Ja. Heeft u de uitspraak van de rechter al gehoord over deelname van Jury van Gelder? Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel erg voor hem. Ja. Heeft u het niet verdiend? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik denk dat hij het niet verdiend heeft. Wat zou voor u een gepaste straf zijn? Een gepaste straf, ja. Gewoon even een straf geven van een... dat hij gewoon naar huis gaat, maar dat hij ook weer... terug mag. Ja, verder weet ik het ook niet, maar ik vind het heel sneu voor. Wilt u hem nog een hart onder de riem steken? Want we sturen dit allemaal naar hem op. Oh, ik wens jou het allerbeste. Tot de volgende keer, Jury. Oh, moet op de op televisie of ja, zo. Ja. Oh jee. Ja, ik heb niet goed begrepen wat is de reden van nou. Ik heb eigenlijk geen idee om dat te bepalen of is dat een goede beslissing of niet. Nou, veel sterkte en succes voor de jury. Ik hoop dat het goed komt voor de volgende Olympiade, denk ik. Ja. Ja. Had u de uitspraak al gehoord van de rechter over Jury van Gelder? Ja. Ja, en wat vindt u van de uitspraak? Wat vind ik ervan? Ja, laat die jongen ook zijn genot hebben. Hè? Ik zou zeggen, stuur hem lekker terug en laat hem zijn ding doen. Is die jongen blij en het toch niemand last, lijkt mij. Dus. Wil je nog iets zeggen tegen Jury? Ja, wel een beetje dom eigenlijk. Hè? Dat wel. Hij was een beetje dom. Om het zomaar te noemen. Meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u het al gehoord? De uitspraak van de rechter met Jury van Gelder? Nee. Wat hoopt u? Maakt niet zo uit, ik heb niet zo'n sport. Het gaat over Jury van Gelder. Heeft u een beetje gevolgd, Jury van Gelder? Nou, een beetje, niet veel. Hij zou meedoen aan de Olympische ringenfinale. Waar hij is op stap geweest, was te laat terug. En is hij naar huis gestuurd. Hij is naar de rechter gegaan en de rechter heeft gezegd, nou, je bent terecht naar huis gestuurd. Wat vindt u ervan? Nee, rechter. Ja. Ben ik helemaal mee eens.
Ja, waarom? Ja. Omdat hij niet goed kan presteren en het ook aan de regels te houden. Regels zijn regels. Ja. Wilt u nog iets tegen hem zeggen? Dat weet ik niet. Nee? Nou, ik denk dat hij, wat hij mee bezig is, heeft hij eigenlijk aan gedaan, denk ik. Ja. Dat heeft volgens mij nog geen zin. Heeft u het al gehoord, de uitspraak van de rechter, Jure Vergelder? Die. Wat hoopt u? Wat hoopt u? Ja, wat hoopt u? Ze maakt, ik hoef het niet meer, Willem. Nee? Nee. En dan is de rechter is het met u eens. Dat dacht ik al. Ja? Dat vermoeden had ik al. Heeft u het er zelf niet om gevraagd? Hij heeft er zelf naar gemaakt. Ja. Vindt u het niet een zware straf? Nee. Nee? Wilt u nog iets tegen hem zeggen? Nee. Nee. Heeft hij dat niet verdiend? Ja, niet verdiend. Eerlijk gezegd niet. Oh. En zeker als je er zelf van maakt. Oké. Okay. Er zullen natuurlijk wel bepaalde regels zijn. Wat hij snijden aan had moeten houden, wat hij dus niet gedaan heeft. Ja. Goedemiddag. En wat vindt u ervan? Waarvan? Van de uitspraak betreffende Jury van Gelder. Dat ik net in de auto op de radio. Nou, ik vind dat terecht. Ja, dat meen ik serieus. Ik heb jaren de pararuiters begeleid op de Spelen. En weet je, daar zijn gewoon regels klaar. En dat sporten hoor je niet de hele nacht door te zakken. Dat mochten de ruiters niet en dat mag een turner ook niet. Nee. Dus ik vind het helemaal correct. Ja, ik vind het jammer voor hem. Ik vind dit een te harde straf. Wat had je dan gedaan? In de hoek? Ja, op de naughty chair. Nee, weet ik niet. Maar niet dit. Niet naar huis. Geld, weet ik veel. Iets daarna, maar niet nu. Heeft u het al gehoord? Nee. Ik wel. Jury. Ik heb de uitslag niet gehoord. Wat hoopt u? Dat hij terug mag. Wat hoopt u? Dat hij niet terug mag. Hij moet geen stoute dingen doen. En wat is het geworden? Ik weet het niet. Wat denkt u? En dat hij niet mag. Klopt. Goed zo. Hij mag niet terug. Jammer. Terecht. Ik vind het jammer. Ik vind dat hij één pilsje drinkt, is hij, toch niet zo erg. Ik drink geen één pilsje. Ik vind het echt en hij heeft al zoveel misgedaan. We zijn allemaal van die gereformeerde oude hoeren die erover zitten te zeuren. Hanneke. Je zendt het niet uit. Hij was dronken, hè? Ik weet niet. Ja. Ze hebben niet gezegd vijf hoeveel. Vijf biertjes. Nou, en? Vijf. Vijf biertjes. Dat was 20. 20. Is het nou zo erg? Ja, natuurlijk. Ik vind het niet erg. Oké. Wil je nog iets tegen Jury zeggen? Jury sterkt. Ik vind het erg voor je. Heel erg. Mevrouw, heeft u het al gehoord? Nee? De uitspraak van de rechter over Jury Vergelder? Nee. Wat hoopt u? Dat hij wel mag. Ja? Ja? Hij mag niet. Oké. Okay. Ja, jammer dan voor hem. Vond u het een te zware straf? Ja, eigenlijk wel. En wat was volgens u een gepaste straf geweest? Geen idee, maar niet dit. Wel meedoen. Wilt u nog iets tegen hem zeggen? Succes ermee. Volgend jaar of over 4 jaar beter. Dankjewel. Heeft u het al gehoord? Nee, wat heeft er aan de hand? Jury Vergelder. Ja, eigenlijk schoon dikke bult, hè? Ja, vindt u? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, je bent er om te sporten en niet om te zuipen. Ja, dat is niet slim, hè? Ja, dat is niet het slimste wat je kan doen als sporter. Als sporter, vooral als je dan nog mee moet doen naar de Olympische Spelen. Maar het is ook al een keer eerder gebeurd. Dus jij zegt eigenlijk van, nou ja, een ezel... Niet twee keer, nee. En ik vind het wel apart. Tenminste, ik zou het niet riskeren om het nog een keer te gaan doen, maar... Nee. Dus hij is gewoon stom? Nou, dat ook weer niet. Dat niet, maar ik zou het niet doen. Nee. Willen jullie nog iets tegen hem zeggen? Ja, heel veel succes en hopelijk doe je het niet nog een keer als je de kans weer krijgt om mee te mogen doen. Was het dom eigenlijk, hè? 4, 5 biertje. Mm. Maar hij is ook mens. En misschien de sfeer was leuk om te biertje te drinken. Ik excuus hem. Ja, u steunt hem? Ja, vindt u weer wel regeltjes en regeltjes? Kampioen, luister, hij is kampioen. Zo en zo, hij is kampioen. Geef hem de kans. Dat is het. Ja,
Want hij leert van zijn fouten, oké, voor de volgende keer. Maar vind ik altijd mensen moeten kansen krijgen. Wilt u nog iets tegen hem zeggen? Want we sturen dit allemaal op naar hem. Ja. Ja? Ga maar door, jongen. 5e biertje, 6e biertje. Samen. Dankjewel.